Spreek je altijd met de rappers in het bos af? Ja, dat is wel een beetje mijn dingetje. Echt, ja, ja. En jij met hoekiesters? We zijn om de hoek bij mijn oude hoekieclub. En ik wil iemand surprisen vandaag. Ik was net 16 toen ik in Dames 1 kwam. Eén teamgenootje, die ving me echt op. Dat was Kip. Kip. Bok-ak! Heel goed. Hey, maar even over dat hockey. Ja. Dat is niet echt heel moeilijk, toch? Oh! Gaat het? Ja, het gaat. Gelukkig ben ik beter in andere dingen. Komt eraan, dames en heren. Ja, het is toch heel raar, dit. Ik ben echt heel erg zenuwachtig. Het komt er helemaal goed, schat. Hey, Kip! Spannend, hè? Ja, heel erg. Jij hebt mij echt onder je kippenvleugeltjes genomen. En nog steeds doe jij gewoon heel veel voor de club. Dus we hebben wat moois voor jou gemaakt. Het aandeel van... Wat vet. Wauw. Wat vind ik dit lief. Nou, Kippie. We hebben nog iets voor jou. Kom maar mee. Altijd haantje de voorste. Flap uit met een grote snavel. Overdag langs de lijn. S'avonds twee kuikens aan tafel. Kip. En Ellen heeft je heel hoog zitten. Toen zij in je leven kwam. In een team met oudere Kip. Kip. En jij haar onder je vleugels nam. Ik vond het geweldig. Ik wist natuurlijk helemaal niet wat er ging gebeuren. En ik kwam binnen en ik had echt geen idee. Wil je ook een uitblinker van jouw vereniging een speciaal eerbetoon geven? Dat kan. Ga dan naar hetaandeelvan.nl en dan gaan wij dat voor je regelen.